Bij de ingang van de Waalhaven in Rotterdam werd met 5 drijvende bokken een Duits Rijnschip van 1700 ton gelicht, dat onlangs na een aanvaring in het 13 meter diepe water was verdwenen. Een duiker begaf zich onder water om te controleren of de 14 trossen goed om het schip bevestigd waren. Pas hierna kon aan de mannen aan de lieren het bevel stijf gegeven worden. De 14 stroppen werden stijf getrokken en daarmee was de berging begonnen. Na zeer korte tijd kwam de achtersteven van het schip aan de oppervlakte. Het 90 meter lange vaartuig was nauwelijks boven of er werd al begonnen met het leegpompen van de niet beschadigde ruimen. De Raap Karger was aan de kop aangevaren door een zeeschip. Doordat de voorruimen volliepen, knapte de aak in het midden door. De hele lichting duurde niet langer dan 10 minuten, maar de berging was daarmee nog niet ten einde, want de boot moest hangend aan de bokken nog over een afstand van 1 kilometer naar zijn nieuwe lichtplaats gesleept worden, waar hij bij hoogwater aan de grond werd gezet. Ook dit karwei slaagde volgens plan. Toen de Rijnaak droog stond, leek hij nauwelijks beschadigd. Over de verdere bestemming van het schip moet nog worden beslist.